van Stamperia en dit is van het papier Garden. En ja, natuurlijk moeten er dan heel veel tuinitems te zien zijn. En dat klopt ook wel. Want hier aan de voorkant heb ik een pocket gemaakt. Met hier een rondje. Heb ik op cardstock geplakt. Je kunt hem als je wilt nog vastplakken later. En drie plantenstekertjes. Rozemarijn, tijm en salie. Nou, en die kan je hier los in doen. Als je wil, kan je ze vastplakken. Het is maar net een beetje hoe je je album wil maken. Dan hier een klein vlindertje. Een ringetje met een stukje lint. En aan deze kant ook nog een plantenstekertje voor kruiden. En de achterkant is helemaal groen. En dan nog de maat van het album. Dat is 8¼ inch bij 8¼. En de rug van het album is 2,5 inch. Nou, en als we dan de binnenkant gaan bekijken, dan zie je hier aan de linkerkant een pocket waar je fotokaarten in kwijt kunt of gewoon los je foto's in kunt stoppen. Dan is aan deze kant een flap voor foto's en aan deze kant zoals hier en hier. En je kunt het zo sluiten en dan gaat het met een magneet dicht. In elke pagina zit ook een insert. En dan kan je je foto's op kwijt. En aan de achterkant heb ik het niet gedaan omdat je hier dan nog kunt kiezen voor een grotere foto of wat twee kleinere. En dan kan je dat altijd nog zelf beplakken. En die schuif je dan zo in het album en hij steekt een klein stukje uit zodat je hem makkelijk kunt pakken. Dan aan deze linkerkant is een flap. Eén gaat naar boven en eentje naar beneden. Nou, en je kunt ervoor kiezen om hier een grote foto te plakken of hier misschien een kleine, zodat je de plaatjes nog ziet. En ook deze gaat dicht met een magneet. Aan de rechterkant is een kleine waterval. Gaat zo deze kant naar beneden. En hier heb je 4 watervallen, maar in ieder geval 8 plekjes waar je een fotootje kunt plakken. En we doen het dicht met een klein koordje. En dat is omdat eigenlijk de waterval een beetje in de weg zit van deze pagina. En soms blijft dat een beetje hangen. Dus vandaar dat ik hem met een strikje dicht heb gemaakt. Nou, dan krijgen we de twee middelste pagina's. En dat zijn twee grote pockets. Ik zal deze er even uithalen, dan kan je ook helemaal zien hoe de pagina is. Twee van het papier, twee kleine fotokaartjes gemaakt. Die kun je in de kleine pocket stoppen. En dit zijn nog twee grote kaarten. En ja, ook die kun je gebruiken, eventueel voor uitknippen als je dat leuk vindt. Je kunt er ook gebruiken voor journaling. En je kunt ze natuurlijk gebruiken om fotokaarten van te maken. Ik heb ze even gewoon zo losgelaten, zodat je zelf kunt zien hoe je die wil gaan gebruiken. En aan de linkerkant hetzelfde. Dit plaatje is los, zodat je er ook nog iets onder kunt stoppen als je dat wilt. En hier ook twee van die fotokaarten. Dat zijn de middelste pagina's. En natuurlijk ook hier weer een insert. Ja, waar je foto's op kwijt kunt. Nou, dan krijgen we hier dezelfde pagina als die we net hebben gezien. Hier een flapje en dan een kleine waterval voor vierkante foto's. En die foto's die zijn ongeveer 3,5 bij 3,5. En met een magneetje hou je het dicht. En aan de rechterkant weer dezelfde. Een flapje naar boven en naar beneden om je foto's op te plakken. En hier natuurlijk ook weer de insert. Zo. En als laatste hebben we weer hetzelfde. Hier de pagina, of tenminste de flap waar je foto's op kunt plakken. En hier is hetzelfde, ook foto's. En hier natuurlijk ook.
En nou, ik hou wel heel erg van pockets, omdat je daar erg veel in kan doen. En allerlei soorten formaat foto's. En je kunt kleine foto's, grote foto's. En dit is een klein fotokaartje, wat nog los in het album kan. En hier heb ik nog twee kleine stukjes over die er ook bij zitten. Deze is trouwens ook open. Of had ik die niet open gelaten? Ja, die is ook open. Zo, en dan hier de achterkant van het album. En zo weer de voorkant. Ja, dan zie je dat dit een beetje los gaat. Dus misschien als je het eenmaal weet hoe je het gaat gebruiken, dat je ze misschien toch vast kunt plakken. Dat dat misschien makkelijker is. Goed, nou, dankjewel voor het kijken. Het was leuk om dit album te maken. Als jij het album ook leuk vindt, geef me dan een duimpje. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Abonneer je hier beneden op mijn kanaal. Dat zou ik nog leuker vinden. En graag tot de volgende keer. Doei!